Jeetje, nou, het is overal lekker ruim en fris en licht. Oh, kijk, je hebt een hele kamer heb je gewoon. Vriendin, wat heb je veel. Dit is lekker. Ja. Dit droeg je dus altijd? Dat droeg ik, ja. Maar luister, dit, ik hou je. Dus je kan op hakken lopen? Ik kan op hakken lopen. Check, even serieus. Ik was heel trots op. Was je hier trots op? Met een... It's smoothie time! Ja, iedereen vond hem verschrikkelijk. Zelfs de verkoopsters vonden me gek dat ik hem kocht. Maar ik vind hem geweldig. Zie je? Oh mijn god! Ik voel die verkoopsters, die hebben echt serieus een weddenschap afgesloten. Het is verkocht! En dan moet je die gewoon bewaren voor een bijzonder moment. Bijvoorbeeld als je naar het toilet moet een keer. In donker en dicht is uit. Eerste indruk dacht ik, moet echt heel veel weg. Ruim, detoxen. Dat je in één oogopslag ziet, wat heb ik, wat trek ik aan. Stel je hebt een feestje, wat zou je dan aandoen? Dan zou ik deze broek aantrekken. Deze broek. Die broek zou ik dan aandoen. Ja. En cool. Deze. Deze eroverheen. Ja. Nou, het is een combinatie die ik niet snel zou maken. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe die staat. Nee, nou ja, hij kan het mis hebben, hè. Kan mis hebben. Nou, laten we deze set straks even passen. Ja. Stel, je hebt die dag erna weer een feest en het zijn allemaal dezelfde mensen. Wat zal ik dan aantrekken? Snap je, dan ga ik zal niet meer gaan. Maar nee. Nou, is dat echt zo? Zou je dan ook niet gaan? Nee, dat ga ik niet. Nee. Zeg je veel dingen af? Ja. Omdat, echt waar? Ja. Ik heb een beste vriendin die wou afspreken een paar keer. En dan zeg ik van ik ben ziek of Eden is ziek. Ja, die ziet mij niet meer. Omdat ik gewoon niet wil dat ze mij zo ziet. Als ik ze zie in de stad loop ik liever om dan dat ze me moeten zien. Jouw figuur vind jij het grootste probleem? Ja. En daar moet je zelf aan werken. Ja. Kleding dat gaat goed komen. Ik ga beneden dit allemaal even een plekje geven. Ik ga in mijn reservechakra. Tot ziens. Dag. Kijk, dat is even een andere Juliette. Ja. Maar dat vind ik wel heel leuk om te zien, want ik zie meteen dat je veel shape hebt. Je hebt wel vorm. Ja. Dat zie je natuurlijk niet in zo'n grote hoodie. Nee, klopt. Nee. Dus je hebt borsten, taille, heup en daar moet je gebruik van maken. Weet je, want draag je ook wel eens corrigerend ondergoed? Wel gedaan. Ja. 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 Maar dan kan je dit nog meer even iets meer silhouet krijgen. Ja. Maar verder, hoe heb je bedacht dat dit bij elkaar kan? Nee, ik moest iets boven de broek hebben. Ja, een klein beetje. Dat zit hij erin. Je kan het aan. Ja. Je kan het ook verkiezen om het niet aan te doen, bij elkaar. Ja. Want het is prima, een beetje panter is mijn lieveling, dus dat is goed. Ik vind het heel erg leuk om met jou te gaan shoppen vandaag. In principe kan je gewoon... Ben je een lekker doek voor mij? Ja. Straks laat Marjorie haar kledingkast zien. Ik was al zo benieuwd wat er met Jomanda gebeurd was, maar... Nou, dit is toch een leuke jurk? En gaat Fred shoppen met Juliette. Jij kijkt naar de verkeerde dingen. Ja. Benoem nou eens wat je wel mooi vindt. Mijn grootste issue is in de zomer, omdat mijn benen zo ernstig verbrand zijn, dat ik gewoon niet een korte broek aandoe. Dus ik loop altijd met een lange broek. Ik zie mezelf in de spiegel als een hele dikke, dikke vrouw die geen leuke kleding aan kan en die er niet uitziet. Dit zijn de zomerjurkjes. Zomerjurkjes wat ik dus niet zomaar hier draag. Ik was al zo benieuwd wat er met Jomanda gebeurd was, maar... Nou, dit is toch een leuke jurk? Maar dit is dus de enige waar ik me lekker bij voel en lekker lang. En dan, maar daar zit niemand mijn benen. Er zit niet heel veel vorm in, hè? Het is een soort lappie. Ja, en dan is dit dus de korte broek. De korte broek? De enige korte broek. Ja, dit is wel een mannenkorte broek, vind ik. Word je suffertrut van. Wat draag je er dan op, het t-shirtje? God, nou, tjongejonge, gors. Ja. Oh ja. Ja. Voor de mensen die thuis het woord lelijk opzoeken. Nou, waarschijnlijk staat deze foto achter dan. Ik heb maar 43.
Serieus? Oh, dat is geen probleem. Ja, dat heb ik ook. Echt... En ik heb ook hele mooie hakken. De modder zit er nog maar op. Ik heb een achterlijke avontuur na het feestje. Na het feestje? Dit heb je serieus aangedaan aan een feestje? Nee, ze zitten echt heel erg lekker. Nou en? Ze zijn heel lelijk. Ze zijn echt wel heel lelijk, kom op. Nou, jij hebt er een modderlijk, nachtelijk avontuur mee gehad. Ik hoop dat het heel lekker was. Maar deze schoenen, die zijn al heel oud. Ja. Maar heel, heel oud. Dat zie je meteen aan de lees. En je hebt maar 43. Maar met deze schoen lijken ze wel maat 58. Nou, jouw probleem zit sowieso bij de schoenen. Ja. Maar je zegt, geef wel zelf aan, ik heb maat 43. Dus dat is groot voor een damesschoen. Maar daar is wel veel in te vinden. Maar je moet goed zoeken. Daar ben ik met je eens. Wat een lelijke schoenen. Kabouter Pichel mee. Echt van die puntjes. Oh, echt lelijk. Kijk, daar heb je er hoor. Lekker zomers. Aanletten. Ja. Ja, ik wil gelijk even naar je benen kijken. Ja. Ja, het is gewoon echt wel naar je gezicht en het is ongelijk. Gelukkig heb ik mijn voeten niet verbrand. En ik heb mijn handen gelukkig niet, omdat ik nooit het idee heb gehad dat mijn gezicht in brand stond. Nee, dus ik heb nooit dit gedaan. Maar je had niet door dat je gezicht in brand stond? Nee, ik heb het gelijk even... Oh, je kan het je niet voorstellen gewoon. Oh. Nee. Maar gelukkig heb ik daarmee mijn vingers gered en mijn voeten zijn nog goed. Maar mijn benen zijn natuurlijk het ergste, want daarmee stond ik. Ja. In dat, gewoon in lichte laaien, je kan het je niet voorstellen. Accepteer je het? Ik accepteer wel een lastig ding. Ik weet, dat is natuurlijk heel makkelijk. In zekere zin heb ik het geaccepteerd en leef ik ermee en prima. Het gaat ook gewoon heel goed. Maar af en toe, zeker, zomers, dan waal ik er gewoon van. Ja. Dan heb ik ook het idee dat iedereen kijkt omdat het... Ja. Oh, de benen zijn ook verbrand. Je moet op een gegeven moment ook denken van ja, zwaar. Tuurlijk, maar dat doe ik ook heel vaak. Gelukkig. Ja, het voelt gewoon niet lekker om hiermee door het dorp heen te lopen. Neem maar zo'n broek. Je voelt ook wel een beetje zo. Ja. Ja, ja. Maar zo voelt het dus ook. Ja, maar precies. Ja. En dat doet kleding een beetje. Kleding versterkt alles. Dus als het niet lekker is, dan wordt het nog groter daardoor. Het is niet een spannende set. Je bent niet de vrouw die je bent in deze set. Nee. Dus je mag hem van mij heel snel uittrekken. Fred wil weten waar de onzekerheid van Juliette vandaan komt... en heeft afgesproken met haar moeder Marijke en zus Marie-Louisa. Een hele goede middag. Hey, Fred. Hallo, dames. Dat is ook toevallig. Alles goed? Dat is toevallig, hè? Ik wist dat jullie hier waren. Hey, ik ben vanmorgen bij Juliette geweest. Je dochter, je zus... Wat een heerlijke meid. Ja. Knap, maar heel onzeker. Zeker weten. En dat verschuilt ze achter haar... ze is nogal een rouwdouwe, ja, zeg maar. Een stoere, komt, ja, precies. Dat lijkt zo. Het kan me allemaal niks schelen, dit en dat. Maar in principe raakt het haar heel erg. Ja, waar ze nu in zit, in haar onzekerheid. Dat ze niet meer weet wat ze aandoet. Dat ze zich compleet verwaarloost eigenlijk. Ja. En dat doet me heel veel verdriet als moeder. Dat, ja, dat begrijp ik. Omdat ik weet dat ze gewoon een prachtige meid is. Want hoe was ze voor haar zwangerschap? Hoe is dat verschil? Is het heel groot? Ja, gigantisch. Ja? Ook van de haartjes mooi doen, een make-upje. En altijd gewoon on fleek. Als je haar zag lopen, was je echt flabbergasted. Zo'n mooie vrouw was het. Ja. Vroeg aan haar, wat voor cijfers zou je zelf geven? Toen gaf ze zich een 5. Nee. Oh, dat is weinig. Hè? Ja. Ja. Ik snap niet dat ze zo laag over zichzelf kan denken. Dat vind ik echt serieus heel erg. Sorry. Nee, maar schat, dat is puur. Ja. Ik vind het echt heel erg dat ze zo over zich denkt. Ja. Ze weet het gewoon. Ze ziet door de boom het bos niet meer. Nee. Dat is het. Ik denk wel dat je haar kunt helpen. Ja. Ja, is er wel open voor. Ja, ik heb, dat voel ik ook. En ik heb er vooral heel veel zin in. Wanneer is het geslaagd? Als ze zichzelf in de spiegel kan aankijken en kan zeggen van... ja, hier sta ik. En alsjeblieft die 5, wat is dit? Geen 5. Nee, die 5 kan niet. Nee, die niet, moet hè? Echt omhoog.